De organisatie NAX heeft gisteren in samenwerking met de organisatie Koprobiki Prodo uit Nederland het uitwisselingsproject Koprobiki afgesloten. Het project is mede gefinancierd door de Nederlandse ambassade. Volgens Georgina Piquet, voorzitter van NAX Akuba, zijn in het kader van het project diverse trainingen verzorgd, te weten Koprobiki versieren, koper poetsen en balanceren van de Koprobiki op het hoofd. Piquet zegt verder dat de twee organisaties naar 6 scholen zijn geweest om workshops te verzorgen. En het waren allemaal enthousiaste leerlingen. We zijn geweest op 1 middelschool, 4 LBO scholen en 1 lagere school. En ik had gedacht de lagere school, maar een beetje huiverig. Nou, ze waren verschrikkelijk enthousiast en trots. Met hun koperen bekken, ze hebben ook met hun koperen bekken op hun hoofd gelopen. Ze hebben foto's gemaakt. Nou, ze waren verschrikkelijk trots. We zijn geweest op de Cecilia School, de Mulo School en LBO School. We zijn geweest op de Margaretha School, op de Sint-Josef School, de Nijverheidsschool hier in de buurt en de Waalwijk College. Ja. En we zijn overal heel enthousiast ontvangen. Volgens Stigmien Staphorst, voorzitter van NAX, is de organisatie in 2015 begonnen met het vaststellen van het Afro-Surinaams erfgoed. Als eerste activiteit is er toen een inventarisatie gemaakt van alle elementen die van belang zijn binnen het Afro-Surinaams erfgoed en geconserveerd moeten worden, zegt Staphorst. En een van de onderdelen die, van de elementen die gepresenteerd was onder kleding en sieraden was de koto, de anisa, de koprobiki en de sieraden die passen bij de koto en de anisa. We hebben zelf onderzoek gedaan, inventarisatieonderzoek naar de koto, omdat wij graag vanuit Suriname de koto willen plaatsen op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. En dat onderzoek is verricht in 2016 met ondersteuning van de UNESCO in het Caribisch gebied. Daarna hebben we plannen uitgezet om ook onderzoek te doen op het gebied van Siminiti, op het gebied van de Odo, op het gebied van schrijnwerkers. Dat zijn eigenlijk de houtbewerkers die we kennen van vroeger. Sigmien Staphorst, voorzitter van NAX. Zij sprak gisteren tijdens de afsluiting van het uitwisselingsproject Koprobiki. De afsluiting is gehouden op het terrein van NAX aan de Thomsenstraat.